welkom bij RTV Actueel. We staan hier op de Botterwerf, wat was de botter voor de Botterwerf. En achter mij zijn unieke opnamen voor het leven van Michiel de Ruiter. Onze eigen Botterwerf is daarvoor uitgekozen. Een schitterende locatie. Ja, we moeten stoppen. Ze willen ons niet meer hebben. Ja, en als je het natuurlijk over Michiel de Ruiter hebt, dan praat je niet over hedendaagse attributen. Vandaar dat die hele vrachtauto vol oud spul staat, wat ze allemaal bij het opnemen van zijn leven nodig hebben. De Zuiderzee. Ja, we hebben net beelden gezien van de opname van de film over het leven van Michiel de Ruiter. Degene die daar alles van af weet staat naast mij. Wat is de bedoeling vandaag geweest? Vandaag zijn we met een second unit zijn wij extra shots aan het maken. Die bij de film worden bijgevoegd. En dat gaat helemaal over het leven van Michiel de Ruiter, Michiel de Adriaanse. Correct, dat was zo. Ja. En is dat dan een hele uitgebreide set? Moet er veel gebeuren of komen jullie eventjes en ga je weer weg? Nou, wij zijn een second unit en een second unit is inderdaad meer voor wat extra shots. Dus wij gaan vandaag bijna het hele land door om verschillende kleine stukjes te filmen. De grote, de echte, de first unit, die pakt helemaal uit met schepen, met kastelen en heel veel figuratie. En bij ons is het op dit moment inderdaad meer een snel schieten en weer verder. Want we hebben net gezien dat ze iets omhoog, een kiel omhoog trokken. Dat is hetgeen waar het om ging? Dat was voor dit stukje inderdaad geen waar het om ging, correct. En we zijn hier net langs gevaren met een mooie botter. Die combinatie, gewoon steeds twee kleine stukjes en dan zoals nu gaan we weer verder. Maar ik moet helaas ook weer verder. Snap ik, maar ik vond het wel leuk even met je te spreken. Dankjewel. Nou, het was toch interessant om even te zien hoe nou zo'n set in elkaar zit als het gaat over alleen maar het omhoogtrekken van een botterkiel. Maar er waren wat strubbelingen over het wel of niet aanwezig mogen zijn op deze werf. Vandaar dat de boel weer wordt ingepakt en volgaat naar de andere locatie. Dit was RTV Actueel vanaf de Botterwerf. Dag.